Ik ben Niels van JN Producties en vandaag zit ook Jos in deze video. Dit is namelijk de video duurste dingen in Jos' kamer. Laten we gelijk doorgaan naar nummer 1. Dames en heren, op de nummer 10 staat de draadloze oplader. Waar ik altijd mijn telefoon op laad. En dames en heren, die draadloze oplader kost €14,99. En dan gaan we nu direct door naar nummer 9. Dames en heren, op de nummer 9 staat deze prachtig mooie webcam op de monitor. Deze kost €14,50. En dames en heren, gaan we nu direct door naar de nummer 8. Dames en heren, op de nummer 8 staat deze mooie bureaulamp van €20. Hij is misschien een beetje duur, maar goed, dat maakt helemaal niet uit. En mijn stoel kraakt. Leuk. Dames en heren, de nummer 7. Dames en heren, op de nummer 7 staat dit kastje hier zo. Hij kost €27,99. En wat is het nou precies? Het is een USB-hub, dames en heren. Dat is hartstikke erg handig. En dames en heren, dan gaan we naar achter voor de nummer... Welke was het? Nummer 6, dames en heren. Dames en heren, op de nummer 6 staat dit mooie ding. Dit is een monitorarm. Waarom heb ik dit, dames en heren? Want anders groeit mijn nek scheef. Deze kost €38, dames en heren. En hij is heel goedkoop. Hij werkt fantastisch mooi. Maar dan heb ik een slot op zitten. Dan gaan mijn kamertjes niet weg. Altijd handig. En Niels, ik weet het. Ik weet het. Ik moet mijn kabels zo verwerken. Boeit me helemaal niks. We gaan naar de nummer 5. Dames en heren, op de nummer 5 staat dit ding. Mijn bureau. Waar ik altijd aan zit. Hij is heel mooi grijs. Maar dames en heren, als we nou weer eens naar achter toe gaan. Dan zien we hier zo die kasten die een andere kleur zijn. Waarom? Hij stond eerst daar zo tegen die muur op. En we hebben hem verplaatst hier zo heen, Niels en ik. Goed gedaan, Niels. En dames en heren, daarom moeten we nog even een kleurtje gaan geven. Ik heb er niet zo per se zin in om dat zo eendag te gaan doen. Maar dames en heren, het is maar nou eenmaal zo. Dan gaan we nu direct door weer terug naar de stoel voor de nummer 4. Ja, dames en heren, op de nummer 4 staat dit doosje. Maar eigenlijk wat erin zit. Want deze kost €94. En wat erin zit, dames en heren, is dit. Een telefoon, dames en heren. Oftewel onze winactietelefoon. En dames en heren, in het outro horen jullie nog veel meer informatie over deze telefoon. En ook hoe je hem kan winnen. Dus dames en heren, dan gaan we nu direct door naar de nummer 3. Dames en heren, op de nummer 3 staat deze telefoon waar ik alles van oplees. En deze kost €249. Heel mooi donker kleurtje. Mooi scherm. Dames en heren, dat was de nummer 3. Dan gaan we nu door naar de nummer 2. Dames en heren, op de nummer 2 staat dit apparaat. Wat is dit nou? Niels, vertel. Een laptop. Een laptop, ja. Onze werklaptop. Met natuurlijk een heel erg mooi monitor erbij. Bij elkaar €589. Dames en heren, dan gaan we nu door naar de nummer 1. Dames en heren, op de nummer 1 staat een andere laptop. En deze zit hier zo heel mooi in. Dames en heren, dat is deze. Dit is het allerduurste. Hij is denk ik al 2 jaar. Dames en heren, mijn schoollaptop. Prachtig mooi apparaat. En nou, €661, dames en heren. Dus best wel veel geld, vind ik. Ik weet niet wat Niels ervan vindt. Beetje. Maar dames en heren, prachtig mooie schoollaptop. Ik weet het. Hij ziet er klein uit, denk ik, voor ons. Toch? Vind jij hem klein? Valt mee. Valt mee. Dames en heren. Dat waren alle 10 punten en dan gaan we nu door naar het outro. En dames en heren, dat waren nou echt de duurste spullen uit Jos' kamer. Bij elkaar ongeveer 1000 euro, denk ik. Van €1500,
Zou zomaar kunnen. In ieder geval hebben wij het natuurlijk gekocht met onze YouTube monies. En wat we ook kunnen weggeven met onze YouTube monies is de Samsung Galaxy A5. Hele mooie telefoon uit 2017. Perfect staat. Je krijgt hem met onderlader bij. Wat jij moet doen is ons volgen op Instagram. Alle geabonneerd zijn op alle drie kanalen. En even een mailtje sturen naar... Het onderstaande adres in beeld. Het onderstaande mailadres in beeld. En ook zeker in de beschrijving. En hij staat ook in de beschrijving. Dus wil jij deze nou winnen? Dan zou ik dat even doen. En voor de rest bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie wat wijzer zijn na deze video. En dan zeg ik nu...